Leerlingen van kindcentrum Oersprong in Ulft komen in actie tegen de hondenpoep die achterblijft op de veldjes rondom hun school. Ze tekenden en schilderden bordjes in de strijd tegen de overlast. We hebben vandaag met de kinderen de bordjes geplaatst. Want hier in de buurt hebben de buurtbewoners en de school zelf hebben best wel last van de hondenpoep. Er wordt niet altijd netjes opgeruimd. Dus sommige kinderen die komen naar school en die komen al in de klaslokaal en daar hebben ze in de hondenpoep gestaan. Dus dat is niet zo heel prettig. Dan begint de dag niet echt lekker. De kinderen willen graag kunnen spelen in het park zonder in de hondenpoep te trappen. Wij zijn hier voor de hondenpoep, want er zijn heel veel drollen die worden gelaten in, zowel in het gras als op de stoep en op het fietspad. En daar hebben wij wel last van, want daar lopen wij en fietsen we doorheen. Als je hier gewoon lekker aan het spelen bent of je moet een opdracht doen, dan kun je zomaar eens in de hondenpoep gaan staan. En dat is heel vervelend. Ondanks de enorme overlast worden er geen extra prullenbakken of dispensers geplaatst. We zijn ook met de gemeente in contact gekomen om wat meer prullenbakken te plaatsen of die dispensers waar die zakjes in zitten. Maar de gemeente vond dat eigenlijk niet nodig. Dus ja, dan ga je naar andere middelen zoeken. En hoe leuk is het dan om zo'n school hier in de buurt daar dan ook heel actief bij te betrekken. De kinderen hebben in tweetallen in totaal 20 bordjes gemaakt met tekeningen en teksten. Hier hebben we een bordje met waarop staat: kom baas, ik poep ergens anders. Dus daar bedoelen ze mee dat ze het opruimen en dat ze het niet ergens laten zwerven. De kinderen en buurtbewoners hopen dat de hondenpoep hierdoor minder wordt. Mensen erop aanspreken is best lastig. Doen we wel, maar je krijgt niet altijd leuke reacties. En we hopen dat zo'n bordje dan toch net helpt. Dat mensen denken, misschien moet ik het toch maar opruimen.